We hebben eigenlijk een soort van beetje unaniem besloten dat we niet gaan tekenen tenzij we ook finale krijgen. Dag lieve kijkers, misschien heb je het al voorbij zien komen, maar wij gaan samenwerken met Veronica. Wat gaat er eigenlijk veranderen? Niet zo heel erg veel. De gierigastenvideo's blijven namelijk gewoon bestaan op de dinsdag. Maar we hebben nu ook de mogelijkheid om steeds meer series te gaan maken. En die kan je binnenkort op een donderdag gaan verwachten. Nou hebben wij even naar alle wensen gekeken die jullie vorige week in de comments hebben geplaatst. Dankjewel daarvoor. En we kwamen nogal vaak Champions League finale tickets tegen. Dus dachten wij, hoe vet zou het zijn als we die tickets voor jullie kunnen gaan regelen. Ook een beetje als bedankje voor jullie 5 jaar lang trouwe support. En mooi Veronica, nou net de uitzendrechten hebben van de Champions League, gaan we proberen tijdens het tekenmoment 3 finale tickets voor jullie af te dwingen. Oké, we zijn nu om de hoek van Veronica. We gaan hier zometeen het contract tekenen. Ja, ze weten van helemaal niks. Nee. We gaan dus nog even het bommetje droppen dat we die Champions League tickets willen. Anders voor de tekenen finale. Wij niet. Anders tekenen we niet. Onze zaakwaarnemer die zit hier om de hoek. Daar hebben we eerst even maar afgesproken. En die weet het ook nog niet. Dus we gaan hem nu eerst even het nieuws mededelen. En hier zitten de camera's. Ja, we hebben geheime camera's. Ja. Denk je dat ik het zeggen? Dat we helemaal gek zijn. Ja. Dat weet ik wel zeker. Goedemorgen. Terug. Allemaal meteen terug. Gaan we naar de derde. Lekker. Gaan we dan, hè? Spannend. Zeker. Nou, dit is toch allemaal rond. Dus volgens mij is het alleen maar tekenen, mannen. We hebben nog één dingetje. Ja. Er is wel één dingetje, ja. Eén dingetje? Ja, we willen eigenlijk hun onder druk zetten. Ja, we willen gewoon 3 Champions League finale tickets. Ja. Dus we willen daar in het gesprek zeggen van, we tekenen pas als we die tickets krijgen. Dus we hebben sowieso die tickets. Zij hebben de recht van veranderen. Dat is een grapje, toch? Nee, dat is geen grapje. We weten dat kan. Toch? Veronica heeft... Nummer jullie 3 gaan we even nog dat erbij. Dat willen we erbij. Als incentive. Hoe, ja, maar hoe denk je dat hierop gereageerd gaat worden? Ja, wat denk je zelf? Ja, ja, een fantastische deal, voor alles is het goed. Voor iedereen is het goed, voor jullie, kijkers. Talpa, ik had alles gisteren nog een keer met Barry doorgesproken. Ja. En wie gaat het van jullie brengen? We hebben nog geen loting. Maar kijk mij dan niet aan, want ik ga lachen natuurlijk. Goedemiddag, Tappen Network. Goedemiddag. We hebben een afspraak met Veronica, zijn er 4 gasten. Ja, kunt u verder. Yes. Goedemiddag. Ja, met Bastiaan. Kunnen jullie mijn voet vast? Dankjewel. Ik heb een paar dagen. Ja, ik heb een paar dagen. Dankjewel. Niet van ons 3 gaat het zeggen. Wat geef je? Jij zegt niet doen? Ik zeg nog steeds niet doen. Kan ik? Kan ik? Enkele zin. Het gaat gebeuren. Dit kan je. En we steunen het gewoon, toch? Ja, ja, ja. Daarom, doe met z'n allen. Ja. Ja. Niels. Hoi. Joost. Ja, mooie dingen. Kijk eens. Zijn jullie wachten? Zo mooi. Ik heb niet kunnen slapen. Niels. Hallo. Het ligt er helemaal klaar. Ja, die wil. Onwennig dit. Moment. Heel onwennig dit. Maar wel leuk. Zullen we daarmee beginnen? Ja. Maar, er is één dingetje, zeg maar.
We weten dat jullie namelijk de rechten hebben van de Champions League. En wij zijn alle drie heel erg voetbalfan. We zouden daar heel graag bij willen zijn. Dus we hebben eigenlijk een soort van beetje unaniem besloten dat we niet gaan tekenen tenzij we ook finale kaart krijgen. Het klinkt als een grap, maar we vinden toch dat we het echt wel moeten proberen. Jullie menen het echt serieus. Jullie menen het wel. Oké, oké. Is het mogelijk? Laat het dan maar beginnen. Bloed, zweet en tranen. Oh, kijk, het valt alles van erop. Ja, we gaan even kijken wat we kunnen doen. Meen je dat? Maar is dat een... Is dat een ja, man? Echt waar? Ik moet even kijken. Ik denk wel dat het gebeurt. Je denkt echt dat het gebeurt? Ja. Lekker mooi! Wij hadden dus echt verwacht dat dit veel zwaarder zou zijn dan dit. Bedankt. Dat we veel meer tegenslag zouden krijgen. Ja, dankjewel. Dankjewel. Kijk eens. Nou, kom maar op. Een paar dagen later, we hebben eindelijk nieuws van Veronica. We hebben slecht en goed nieuws. Het slechte nieuws is, het zijn geen 3 kaarten, maar 2 geworden. En het goede nieuws is dat die kaarten volledig verzorgd zijn. Dus je ticket en je hotel zijn gewoon inbegrepen. Dus let goed op. Wil jij samen met je beste vriend of vriendin gratis naar de Champions League finale? Ga dan nu naar de link in de beschrijving en schrijf je in. De winnaar krijgt een compleet verzorgde reis naar Madrid. 2 tickets voor de Champions League finale. En wij van de Gierigasten reizen gezellig met je mee. Dus doe nu mee en beleef de avond van je leven.